Hoe kan een gemeente armoede aanpakken? Wat zegt de wetenschap? Wie arm is, moet gemiddeld rondkomen met 30 euro per dag. En daar moet je alles van betalen. Dokterskosten, je huur, je rekeningen, schoolkosten, eten, ontspanning. Je kan maar een paar dingen kopen. Maar niks aan kleding of iets, alleen maar eten en drinken. Want dat is het belangrijkste. Een effectief armoedebeleid bestaat uit twee pijlers. Een structureel beleid en een flankerend beleid. Een flankerend beleid probeert het leven van mensen in armoede wat beter te maken. Klassiek voorbeeld is de lege boterhamdoos. Als kinderen met een lege brooddoos op school te komen, zal de school vaak zelf een maaltijd voorzien. Maar je hebt de honger weggenomen, maar het onderliggende probleem niet opgelost. Daarvoor heb je een structureel beleid nodig. Een structureel beleid, dat is de sociale zekerheid, het activeringsbeleid, het onderwijsbeleid, het woonbeleid. Wat kunnen de gemeenten dan wel doen? 1. Gemeenten weten het best in welke wijken het armoedeprobleem het grootste is. We weten bijvoorbeeld dat er in de armste wijken het minste kinderopvang beschikbaar is. Gemeenten moeten dan daar waar de noden het hoogst zijn, meer plaatsen voorzien. En zo helpen ze meteen ook de tewerkstellingskansen van die mensen vooruit. 2. Als gemeenten weten waar de noden het hoogst zijn, dan kunnen ze hun dienstverlening zo aanpassen volgens het principe van het progressief universalisme. Dat wil zeggen dat dienstverlening voor iedereen open en toegankelijk is, maar dat er extra inspanningen worden gedaan om de meest kwetsbaren te bereiken. Veel gemeenten hebben bijvoorbeeld zogenaamde huizen van het kind. Dat zijn samenwerkingsverbanden tussen organisaties die werken rond opvoeding en gezin. Als mensen langskomen met vragen, waarom dan niet systematisch en structureel nagaan of zij ook recht hebben op de verhoogde kinderbijslag, een Vlaamse bevoegdheid. Zo werk je ook op het lokale vlak structureel. 3. Armoedebestrijding is meer dan het OCMW alleen. Veel mensen vinden hun weg niet naar het OCMW en heel wat mensen willen ook hun weg niet vinden naar het OCMW, omdat er stigma mee gepaard gaat. De recente hervorming zorgt ervoor dat de OCMW's geïntegreerd worden in de gemeente. Waarom dan niet nadenken over neutrale loketten, waar je zowel voor een rijbewijs als voor informatie over het leefloon terecht kunt? Ten slotte volstaat het niet om ergens een buurthuis te hebben en te verwachten dat kwetsbare gezinnen vanzelf zullen komen. Gemeenten moeten proactief werken. Ze moeten naar de gezinnen zelf toegaan en daarvoor is samenwerking cruciaal. De regioverpleegkundigen van Kind en Gezin bijvoorbeeld gaan langs bij elke geboorte. Je kunt in vertrouwen samenwerken om langs te gaan bij de kwetsbare gezinnen en samen met die gezinnen te kijken waar je kunt helpen. Maar besef goed wat de limieten zijn van het lokale beleid. Als mensen recht hebben op een sociale woning en je hebt ze kunnen helpen met een aanvraag, maar er zijn wachtlijsten van 5 jaar, dan heb je uiteindelijk niets opgelost. Blijf die structurele problemen aankaarten op het Vlaamse en federale niveau via de politieke weg. We weten nu wat gemeenten kunnen doen om de armoede te verminderen. Willen jullie dat ook?